En het heet Het Tibetlied. Tibet heet ook wel Tibet, zelf zeggen ze Tjibau. Dus waar precies de klemtoon ligt, dat luistert niet zo nauw. Het is een land dat ijzingwekkend droog gelegen is. En dat tot de verbeelding spreekt sinds mensenheugen is. Het is hier in het westen nog maar pas bekend geraakt. Met name sinds Tom Hofman zoveel Tibet-foto's maakt. De leider van heel Tibet is een charismatisch man. Een leuke Dalai Lama met wie je lachen kan. Hij reist de hele wereld rond met frisse tegenzin. Hij moet wel, want hij mag zijn eigen Tibet niet meer in. Want China is de baas en plukt die arme sloepers kaal. De foto's van Tom Hofman ondersteunen dit verhaal. Zijn fabelachtig wijs. Je klopt pas wijze aan na een verschrikkelijke reis. Maar wie er bij zijn aanschuift wacht een feestelijk onthaal. Met vegetarisch eten weet ik wat allemaal. Ze draaien met de trommeltjes, wij wijzen van gebed. En dat is door Tom Hofman prachtig op de kiet gezet. Er zijn al 12 Tibet-films, maar Hollywood wil meer. Op ieder klooster staat intussen Richard Gere was hier. Trekt daar met zijn four-wheel drive de bergpaadjes uit. Op zoek naar rust en zuiverheid en vrede en geluk. En Richard neukt er elke nacht een Tibetaanse maag. Die foto's van Tom Hofman zijn opvallend veel gevraagd. Hoe moet het nou toch verder met het wonderschoon Tibet? Hoe lang blijft het door China en door Hollywood bezet? De overlast van bergbeklimmers komt daar nog eens bij. Die moeten steeds gered op kosten van de maatschappij. Maar wie de Tibetanen structureel verlossen wil, die timmert met een hamer Tom Hofman op zijn bril.